Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. In deze video ga ik iets super, super leuks doen. Ik geef jullie namelijk een weekendvlog. Super leuk. En in dit weekend ga ik naar het Tina Festival. En ja, ik heb daar echt super veel zin in. Het is nu de avond ervoor. Morgenochtend is het zaterdag. En dan gaan we eerst met Force naar Sub Live. Dus ik moet 7 uur opstaan. Ik vind het wel veel te vroeg. Maar ja, het moet natuurlijk. Maar wel super leuk. Nou jongens, ik ben best wel moe. En ik moet natuurlijk morgen vroeg op. Dus ik ga nu slapen. Ik zie jullie morgen. Dus ja, doei. Nou jongens, we zitten nu in de auto samen met mijn moeder. En we gaan nu naar Sub Live. Dat is in Hilversum. Het is nog 51 minuten. Dus het valt wel mee hoe lang we moeten rijden. Ik ben er al wel eens eerder geweest, maar ja, toch is het wel een beetje spannend. Want we gaan voor het eerst onze nieuwe single zingen. Nieuwe single zingen. We gaan dan voor het eerst onze nieuwe single zingen. Dus dat wordt wel heel erg leuk. En er zijn ook een paar Force fans in de zaal, heb ik gehoord. En dan gaan we ook nog even een paar foto's maken. Dus het wordt een superleuk feestje. En daarna door naar Tina. Dus ja, tot zometeen. Goed zo. Ik botste met mijn kop tegen die sleutels. Ja, jongens. Oh, jongens, we hebben dus net opgetreden. En we gaan nu naar de Tina. En we zitten met de beste producer van Nederland hier. 100%. Oké, we zitten ook nog met Jannes. Oké, en Ian en Max zitten bij onze manager in de auto. En wij zitten bij onze producer in de auto. Dus dat wordt helemaal leuk. We gaan nu naar Tina, een uur rijden, helemaal geen zin in. Maar we hebben wel zin in het optreden, dus let's go. Doei! Nou jongens, we zijn dus nu aangekomen in Duinrand. Alles is al roze. Dus ja, het wordt super leuk. Ik heb er heel veel zin in. We moeten zo meteen op al. Over 40 minuten ongeveer. Iets langer hebben we de tijd. En dan moeten we op. Zie je dus op het podium. Is het dan nooit bij mij? Nee. En zo spontaan. Is het bizar. Oké, laat je horen. Voor de voorweg. Nou jongens. Het is nu klaar, het Tina Festival, het regent. Ik ga nu naar mijn vrienden. Ik heb niet zoveel gevlogd vandaag. Ik kwam omdat we de hele tijd bezig waren en ik had mijn camera niet. Dus ja, het is een beetje een chaotische dag. Morgen is er weer een dag. En dan gaan we weer optreden. Goedemorgen mensen. Ik ben dus bij vrienden. En het is nu de volgende dag. Zo, we gaan. De koffer is alweer ingepakt. Maar ja, ik heb weer een andere hoodie aan. Nou, deze Force hoodie. Gewoon een zwarte gatenbroek. En dan gaan we zo meteen weg. Ik weet niet hoe laat. Maar hoe laat is het nu? Wacht even kijken. Nu 8:30. En dan gaan we ongeveer over 5 minuten weg. We zijn er bijna, Nina. Ja! Oké, jongens, we hebben dus zo meteen ons optreden. Over ongeveer een half uur, iets minder dan een half uur gaan we optreden. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik vind het zeker super leuk. Dus ja, het is even afwachten tot we kunnen. Ik ga dus ook, wat ik al zei, het optreden gewoon filmen. En dan is vanavond de award show. Dat vind ik wel een beetje spannend. Niet heel erg, maar gewoon zonder spanning, want we zijn genomineerd voor 2 awards voor de beste zangtalent en ik dan ook nog voor knapste knapperd. Dus
Dus afwachten of we hem winnen. Ik hoop natuurlijk wel. Het zou super vet zijn als we van Nul Kleine en van Maan en zo kunnen winnen. Maar ja, het zijn wel grote namen, dus we weten het niet zeker. Ik ga natuurlijk het optreden filmen wat ik al zei. We hebben helaas geen award gewonnen, maar dat maakt niet uit, want we vonden het super leuk om op Tina Festival te zijn. Alleen jammer van het weer. Hè? Ja. Nog steeds het regent al de hele dag. Maar oké, wij vonden het super leuk om er te zijn en ik vond het dus ook echt een geslaagd weekend. We zitten nu weer in de auto onderweg naar huis. Ik ben wel echt super moe. Zo'n weekend is heel druk, dus vandaar dat ik best wel moe ben. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren. En laat even weten als jij ook op Tina Festival was. En ja, dankjewel voor alle fans die zijn gekomen naar ons optreden, naar de meet and greet. Het was super gezellig. En ja, tot de volgende.